Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. We hadden vandaag een dag met grijze wolkenluchten, af en toe wat regen of motregen. En ook vanuit de satellietfoto zagen we vrij veel wolkenvelden boven Nederland. Niet echt dikke bewolking, het waren dan ook geen grote hoeveelheden regen die er vielen. Maar wel dik genoeg om wat gespetter los te laten. En onze aanvoer komt uit het zuidwesten. En dat betekent dat we voorlopig nog met die bewolking te maken hebben. Computer berekent dat ook met wat meer regen in de nacht. Morgenochtend trekt dat langzaam weg, dan klaart het af en toe wat op, en in de nacht naar donderdag loopt het dan geleidelijk weer dicht met laaghangende wolkenvelden. Dan gaan we verder vooruitkijken met in de komende nacht temperaturen van een graad of vijf. Wat regte, gespetterd, ik heb het al genoemd. Weinig ruimte voor opklaringen en een zwakke tot matige wind uit het zuiden tot zuidwesten. Morgen waait er een matige wind uit zuidwesten, het wordt acht tot tien graden. Het regent van tijd tot tijd in de ochtend, maar in de loop van de ochtend wordt het droog, trekt de regen naar het oosten weg. En dan breekt in het zuiden misschien af en toe de zon door. Verder vooruitkijkend naar de donderdag, de vrijdag en de zaterdag eigenlijk een weinig veranderend weerbeeld met wolkenvelden, soms een opklaring en overdag dus een beetje zon en temperaturen van 6 tot 9 graden. En eigenlijk verandert er best wel wat daarna, want de kansen op lagere temperaturen in de nacht beginnen langzaamaan wel wat toe te nemen. Maar overdag blijft het vooralsnog boven nul. Er is slechts een kleine kans dat we een keer een maximum temperatuur in de buurt van het vriespunt hebben, maar die kans is echt heel, heel klein. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.